Het vertrek van de mier Van en gelezen door Toon Tellegen Niet ver van de rand van het bos stond het huis van de mier. De deur was open, de kamer was verlaten. Het bed was door elkaar, de deken lag half op de grond. De kast stond open en alle planken waren leeg. Er hing één oud omgekruld briefje aan de muur, waarop stond de mier, dat ben ik. Dat briefje had de Mier vaak gelezen, soms wel tien keer op een dag. En telkens weer had hij zijn hoofd geschud van verbazing. Ook al had hij het zelf geschreven, en wist hij heel goed dat hij de mier was. De mier, dat ben ik dus, had hij telkens weer gedacht. Er was geen ander briefje, ook niet op de tafel of aan de deur. Geen briefje waarin stond dat hij wegging en nooit meer terugkwam, en dat ze hem niet moesten zoeken. Want hij zou onvindbaar zijn. En als iemand hem per ongeluk toch vond, zou hij meteen daarna weer weggaan. En dan echt voorgoed. Zo voorgoed als nog nooit iemand was weggegaan. Er was ook geen ander briefje onder het eerste briefje. Waarin met haastige letters stond dat zelfs honderd potten honing, beukenoten honing, niets uitmaakte. En dat als ze hem niet geloofde, hij daar niets aan kon doen. En ook geen klein briefje daar weer onder waarin stond dat niemand ergens iets aan kon doen. De deur piepte telkens als de wind ertegen blies. Het was nog vroeg in de ochtend, aan het begin van de zomer. De zon kwam op, en de lucht boven de bomen was rood en geel en lichtblauw. Aan de andere kant van het bos werd de lijster wakker en begon te zingen, en tussen het ruisen van de bomen door was soms even het kabbelen van de rivier te horen. De mier was weg.